Your computer is about to crash. Place your tray and seat backs in their upright positions. Place your head between your legs and kiss your keyboard goodbye. En als ze niet kunnen voldoen aan het, als het vermogen gewoon niet het geleende geld dekt, dan moet iemand inspringen om dat tekort te betalen. En in het geval van DSB is dat gewoon de aandeelhouder is een eigenaar geweest van DSB, die zijn de nek omgedraaid. En bij de ABN is er daarentegen de overheid ingestapt en die heeft gewoon het bedrijf gekocht en heeft zelf het risico gedragen. Een ander soort bank, een grotere bank. Ja, die was too big to fail zogenaamd, dus die hoefde niet te voldoen aan normale marktwaardes, dus die mocht gewoon blijven bestaan. Ja, oké, ik had nog een andere vraag. Ja. Wat doe jij zaterdag? Een lawaai demo, geloof ik. Oké. Okay. En ik ga in ieder geval mijn caps lock ingedrukt halen. Het is caps lock dag. Als je hier niet kan zijn voor de lawaai demonstratie, maar je zit wel op internet of te sms'en, dan moet je wel alleen maar grote letters gebruiken. Dus dan schreeuw je op internet. Dat is hierbij een oproep. Nou, ik zet deze af dan. Of hebben er nog mensen vragen? Ik heb een vraag. Aan ja? De maand beslissen jullie. Begrijpen jullie alsof het waar is? Wat conspiratie is? Of wat de hand is? Sorry, wat? Aan de hand van wat? Welke regels of acties jullie beheren in de zin van dit is conspiratie en dit is niet echt? Wat is, wat bepalen jullie dat? En waarom sluiten jullie? Ik weet niet wie jullie is, want hoe ik het bepaal. Ja, oké. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik weet dat er hier mensen zijn die hebben allemaal ideeën over dingen die ik echt gewoon complotdenken vind. En hoe ik probeer zelf te werken, is dat als ik zelf iets kan verifiëren. Als iemand 10 keer outlenen kan en later bedroekt, is dat niet conspiratie zelf? Nee, maar dat is gewoon hoe het werkt. Ik bedoel, dat is niet een samenzweringstheorie. Dat is hoe een bankcharter werkt. Nou, waarom theorie? Kijk, ik heb precies wat gezegd. Samenzweringstheorie, waarom theorie? Als iets verifieerbaar is, en het, ook al is het nog zo ongeloofwaardig, bijvoorbeeld dat er deeltjes zijn die sneller dan het licht kunnen, wil ik uiteindelijk, omdat mensen die dat kunnen verifiëren en dat ook verifiëren zien, wil ik nog best wel geloven dat dat waar is. Oké, maar dat is argument, ik geloof als ik zie, die argument kan je vergeten bij taal van verschijnsel in de wereld. Ja, dus bijvoorbeeld God. Nee, gewoon. Laten we die discussie hier niet voeren. Nee, de zon daar, en ik neem rechts de alder en de zon is kleiner dan rechts. Terwijl de zon is groter dan de planeet. Ja. Dus het gaat niet over wat of feit. Maar oké, anyway, het is theorie. Oké, dus er is geen onderscheid. Het is gewoon iets puur uit voor uzelf. Dat u puur bepaalt wat samenzwering en wat feit is. Ik probeer voor mezelf, maar ik neem aan dat iedereen dat doet, dat mensen een onderscheid maken tussen een samenzwering en een feit. Ik wil hier even op ingaan. Nee, serieus, ik wil er even op ingaan. Een samenzwering bestaat in deze wereld. Simpel. Er zijn op dit moment mensen aan het samenzweren om iets te doen. En een theorie bestaat ook. Want er is namelijk een vermoeden dat iets bestaat zoals een samenzwering. Ja, maar dan moet je misschien een ander woordje gebruiken dan een conspiracy theory. Dan kan je denken van nou, want je hebt een feit en fictie misschien. Noem het dan fictie. Ja, maar als samenzwering feit, dus jij zei net, dan weet je diezelfde woorden die jij zei. Je zegt dat er zijn samenzwering. Ja, zei het toch? Ja. En dan zeg je theorie. Ja, maar als dat is er ook. Bestaat, dan is nou, er is een theorie dat mensen aan het samenzweren zijn. Dat doet een rechercheur elke dag. Die gaat de hele dag gaat die kijken of over centrale banken in Amerika is er een samenzweringstheorie dat de Rothschild-familie en een aantal rijke Joodse families in Amerika alle aandelen vast hebben in handen hebben van die centrale bank, van de Fed en van een aantal van de grote banken. Dat weet ik gewoon niet, dus ik vind dat in principe een complottheorie. Het is wel mogelijk, maar het is niet een die
ik vermoed dat het niet helemaal zo gekleurd is als de complotdenkers die dan zeggen, ja nee, het zijn de Rothschilds en die zitten achter alle ellende, dat het zo helemaal zo zwart-wit is. Wat ik wel weet is dat de van het vermogen dat er in Goldman Sachs zit, is het grootste deel van het management van Goldman Sachs. Dus de eigenaren van Goldman Sachs zijn de bankiers zelf. En dan hebben ze klanten met vermogen wat zij ook beleggen. Daar hebben ze ook stoute dingen mee gedaan. Ze hebben tegen hun eigen klanten gegokt bijvoorbeeld bij de vastgoedcrisis. Maar dat is wel echt verifieerbaar. En de aandeelhouders van Goldman Sachs zijn enigszins bekend. En daar zie ik het verschil, zeg maar. Dus van de Rothschilds en de New World Order en weet ik veel, weet ik gewoon niet zo heel veel. Maar het klinkt me allemaal erg onwaarschijnlijk. Ik weet wel, en dat, omdat het zo goed gedocumenteerd wordt, wie de bestuurders zijn van Goldman Sachs, wat hun vermogen is. En dat als je dat optelt, meer is dan hun eigen klanten hebben. Maar dat vind ik op zich al heel apart. Is dit niet een verlengde van het Zwitserse bankgeheim? Zwitserland, Oostenrijk, die in de Tweede Wereldoorlog de oorlogsmotor hebben. Ik ga eventjes de camera stoppen. Ja, nee, precies. Want het is 6 uur, dus ik ga stoppen. Oh.